Dit jasje. En ging naar haar toe en zei van, dit wil ik. Ja. En als er één Josje over de brug is... Dan komen de anderen ook. De volgende meer. Niet allemaal, hè? Niet allemaal. Er zijn er 3, 4 die niet mee wilden doen. Maar ja, die zet ik niet onder druk. Dat mogen we zelf weten. Wie is dat op dat portret? Dat is de overbuurvrouw. Oké, hoe heet ze? Joke. Nee, ze heet niet Joke, sorry. Ja, zo lang woon jij hier ook nog niet, toch? Nee, goed. Okay. En Joke is dat. Nee, maar zij heeft die kaart uitgekozen. Zij heeft die kaart uitgekozen. En dan mag iemand zelf weten wat hij... Ja, ik heb hier een grote doos. Ja. Een grote doos. Met kaarten, die hebben ook die mensen verzameld. Dan ga ik steeds bij die mensen langs en zegt, mag ik een foto van je maken? Of wil je meedoen überhaupt? En dan zoeken ze, als ik een... Als ik een foto gemaakt heb, zoeken ze een kaart uit. Die twee moet je gaan combineren. Ja. Heb je dan niet gezegd van, weet je wat, kun je niet iets anders uitkiezen? Nee, want dat is juist mijn uitdaging. Heb je al een idee wat je ermee gaat doen? Nou, ik ga die kleuren eerst zoeken. Die zijn al moeilijk genoeg, die kleuren. Ja. En dan gaat het bij een kunstenaar gewoon gebeuren. Daar komt iets, of niet. Eén man is buiten, dat is Koen. Koen is onze conciërge, onze man van het huis. Hij mag hier wonen omdat hij hier... Hij woont hier ook. Hij woont hier ook met zijn vrouw. Koen, mag ik u even storen? Ja, natuurlijk. Ja, ik vind hem schitterend. Het is echt super, hoor. Ik ga het even doen, hè? Ja, ik ga even bijzitten. Het is heel erg leuk. En dan zo voor het raam. Ja. Dan komt hij zo voor het raam te staan. Wat is je vrouw ook tevreden? Die heeft het nog niet gezien. Niet? Nee, is ze thuis? Ze is thuis, maar ik denk niet dat ze... Ik denk dat ze aan het strijken is en dat ze de krulspel er nog in heeft. Dus komt ze best list niet naar buiten. Haal er even uit. Ik ben benieuwd naar de reactie. Haal er even kijken. Ga eens even kijken. Zie je goed getrouwd, zeg. En hoe lang runt je het hier al? Dat is anderhalf jaar. Oké. Okay. En ik ben nog niet overspannen. Nee. Dus nou, dat is toch verrukkelijk, hè? Dat is echt heel leuk. En dat we ook niet gek geworden van al die vrouwen? Nee, nee, nee. Ze noemen hem ook tegenwoordig Koen de Haan in plaats van Koen de Rijk. Toen hij het de eerste keer zag, dacht hij meteen van dit ben ik ook? Niet direct, maar wel door dat haar natuurlijk. En de mond vond ik wel een beetje. Maar nou, wat Madeleine ook zei, van de ziel van de persoon eruit halen, dat herkende ik. Hier zit uw ziel in? Een beetje, ja. Zo'n vrolijke, rustige vrouw. Josje onderneemt altijd heel veel dingen, ik ook. En dat heeft ze mij geleerd, zei ze, ach Madeleine, volgend jaar is het weer. Als er wel een markt is waar ik naartoe wil, of naar kermis, zei ze, ach Madeleine, volgend jaar is het weer. Ja. Je hoeft niet alles vandaag te doen. Okay. Dat leer ik van Josje. Mañana, mañana. Beetje. Nee, dat ook weer niet. Hoor. Oh, nee? Nee, maar volgend is er altijd een kans om weer leuke dingen te doen. En je hoeft niet vandaag alles te doen. Ja. Okay.